Liefdagboek. Mijn naam is Willy den Ouden. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben 85 jaar oud en ben hier om met jullie te delen het enige wat ik echt heb. En dat is mijn leven. Maar wacht, er is een klein probleempje. Ik weet het niet zeker. Wat is het leven? Weet je, het zou makkelijk moeten zijn, toch? Iedereen heeft een leven. Dieren hebben een leven. Alle levende wezens hebben een leven. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze er meerdere hebben van het leven. De grote denkers uit de geschiedenis hebben heel hun leven gegeven om het te begrijpen. Het leven. En beroemde mensen praten er uren over op tv. Over hun leven. Maar niemand heeft er een duidelijk antwoord op. Wat is het leven? Het leven is een mysterie. Het is een open en onbeschreven boek dat je schrijft door te leven. En vandaag, dames en heren, zal ik proberen mijn eigen antwoord te geven. Mijn naam is Willy den Ouden. Ik kom uit Rotterdam. En ik ben 9, 16, 20, 40, 60 en al mijn eigen jaren oud. Opeens, zonder introductie en geen beleefde, mag ik nu, was ik daar helemaal in leven. Mijn eerste herinnering. Perfect alles was,
en dat we ons geen zorgen moesten maken. Ik denk dat ze in een andere realiteit leefden. Welkom op de Albert Heijn Kouwsberg. Die Radio Oranje met een buitenmodaal uitzending voor de tweede zaterdagavond. Als ik oud word, neem ik blonde krullen. Ik neem geen spataders, geen onderkin. En als ik rimpels krijg, omdat ik 50 ben, dan neem ik vrolijke. Niet van die lange om mijn mond, alleen wat kraaienpootjes om mijn ogen. Maar ja, zoals bij alle dingen, de oorlog had ook een leven. En deze moest op een dag eindigen. We hadden de oorlog gewonnen. Iedereen was blij. In het begin.
begin was er bijna geen verschil in ons leven als tijdens de oorlog. Alles lag in puin en mensen maakten andere mensen nog steeds belachelijk. Deze keer waren het onze mensen die schreeuwden hoer, hoer en de haren afschoren van Nederlandse meisjes die vriendinnen waren geweest van Duitse officieren gedurende de oorlog. Zij schreeuwden moffen hoer, hoer, moffen hoer. Ik weet dus niet echt of we iets hebben geleerd van de oorlog. En na de oorlog ging mijn leven sneller en sneller en sneller. Ik trouwde opnieuw. Oh, mijn lichaam werd ouder. Maar mijn kinderen kregen meer kinderen. Ik verloor mensen van wie ik hield. De kinderen van mijn kinderen kregen meer kinderen. Ik leefde. Veroorzaakte een andere oorlog. En nog een, en nog een. Een eindeloos aantal aan oorlogen ontstond. Het is een gevoel. Het is iets wat ik voel hier in mijn maag. Het is geluid van het leven. Het is een verschrikkelijk geluid. Maar elke keer als ik het hoorde, ging het leven door. Wanneer er oorlog was, bedacht ik verhalen van vrede. Wanneer er haat was, werd ik verliefd. Wanneer ik verlamd raakte, danste ik. Wanneer ik dood was, wilde ik juist meer leven. Dames en heren, liefdagboek. Mijn naam is Willy den Ouden en het spijt me. Ik weet niet wat het leven is. Is het een herhalend verhaal met verschillende gezichten en verschillende stemmen? En schrijven wij onze pijnlijke geschiedenis opnieuw en opnieuw? Misschien, misschien niet. Ik weet het niet. Wat ik weet is dat elke keer wanneer een oorlog vol pijn, haat en destructie is, of het nu in Rotterdam, Syrië of Spanje is, er zal altijd een klein meisje zijn met haar eigen dagboek vol met dromen, vol met leven en vol met liefde. Willy den Ouden.